Hey allemaal, net zoals in de vorige lockdown heb ik weer een nieuwe challenge voor jullie. Wat je voor deze challenge nodig hebt is een Duplo-bord. Heb je die niet, is dat jammer, maar hoeft niet per se. En Duplo-stenen, zoveel mogelijk. Want hoe meer je er hebt, hoe langer je het kunt gaan spelen. Heb je die nou niet, kies dan voor Lego. Zorg dat je het hebt. Nu heb ik vandaag nou niemand, maar dit moet je eigenlijk met z'n tweeën spelen. Dus heb jij een broertje, een zusje, een vader of een moeder, zorg dat die meedoen, want het gaat om een winwedstrijd. Wie als eerste klaar is, heeft gewonnen. Je zorgt dat je beide teamblokjes hebt. Aan de overkant ligt het bord. Daar probeer je een toren op te maken. Ik ga het voordoen. Zoals je ziet heb ik een toren gemaakt. Nou, speel je dat nou met z'n tweeën, kijk je wie als eerste de toren heeft gebouwd en diegene heeft gewonnen. Nou, de eerste challenge zit erop, maar ik heb ook een tweede. In de tweede heb je 3 papiertjes nodig als je het met z'n tweeën gaat spelen. 4 als je het met z'n drieën gaat spelen en 5 als je het met z'n vieren gaat spelen. Zorg dat je het hebt. 1 van die papieren is een voorbeeldblad. Daar ga je bespreken welk ding je daarop gaat tekenen die jullie gaan namaken. Ik heb gekozen voor deze. Deze moet ik precies hetzelfde gaan namaken straks. Let op. Wie als eerste dus de smiley heeft getekend, maar dat kan ook een auto zijn, een prinses, een pan, een huis. Dat mag je zelf bepalen. Maar wie hem als eerste heeft nagetekend, heeft gewonnen. Dan hebben we de laatste challenge. En voor de laatste challenge gaan wij rekenen. Jij moet voor een ander de sommen maken. En de ander maakt voor jou de sommen. Nou, ik heb deze sommen gemaakt. En die moet ik elke keer zo snel mogelijk beantwoorden. Kijk maar mee. Zo, het is best wel veel rennen. Zoals jullie zien, heb ik mijn som gemaakt. Ik heb het natuurlijk niet met iemand samen gedaan. Maar heb jij ze nou sneller gemaakt en daarna moet je ze wel gaan controleren met elkaar. Heb je ze nou goed en ben je al snelste, heb jij gewonnen. Succes met de challenge!